En dan gaan we nu zo meteen over naar het laatste, de laatste categorie. De laatste categorie is Sporter van het Jaar. En deze categorie wordt gesponsord door Stemda Consultancy. En ik zou heel graag de heer Erik Drossaert naar voren willen vragen. Ik geef jou gelijk de microfoon. Ja, voor jou eigenlijk ook de vraag waarom jullie het sportgala en met name de categorie sport willen ondersteunen. Eigenlijk voor mij twee zaken. Ik ben al 3 jaar op de achtergrond bij Kewanis. Natuurlijk volg ik alles wat hier gebeurt op dit podium. Dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dan de kans krijgt om een keer ook sponsor te zijn. En ik sluit een beetje aan bij de woorden van Frank. Die straks ook zei van god, het is een mooi evenement om je bedrijf neer te zetten. En ja, sporter van het jaar. Heel veel inspiratie. Als ik gewoon de afgelopen periode kijk wat deze genomineerden hebben gedaan, ja, er zit heel veel inspiratie in mijn werk, wat ik kan gebruiken. Dus ja, top. Ja. Ja. En zelf ben je ook fit? Bijna. Nee, dat was een grapje van mij. Maar. Als ik nu zeg ja, dan krijg ik ze dadelijk mijn donders mee gaan zitten. Nee, absoluut. Ik probeer ook wel 2 keer per week te sporten. Yes. En dat gaat onder begeleiding van een paar mannen die mij redelijk aan het zweten brengen. Ja. Jij bent sowieso al trots op de genomineerde sporters? Ja, zeker. Heel mooi. Want als je, ja, het is natuurlijk bijzonder als je kijkt dat wij genomineerden hebben die een heel grote stempel hebben. En ook vanuit meerdere kanten. Dat zijn sporters. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is en waar ze hebben gestaan als team. Ik bedoel, een bekend fenomeen dat iemand van de balk valt en je moet het nou toch als je team weer vooruit helpen, is maar een mooi voorbeeld ervan. Ja. Dus niet alleen maar het individu wat er staat, maar ook het team eromheen. Dus absoluut top. Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd. We gaan de genomineerden naar voren halen en jij mag straks de prijs krijgen. Dank je wel. Yes. Ja. En ook bij die genomineerden zal weer blijken hoeveel talent er in Weert zit. Wij gaan beginnen. Als eerste van de 3 genomineerden wil ik graag naar voren Vera van Pol. Uiteraard. En de visual achter mij, ga weer daar. Visual achter mij is ze in actie. Ik was eigenlijk inmiddels al een bekende Nederlander, niet? Wacht, ik geef hem je heel even. Nou, de Olympische Spelen. Ja, toen. Ja, dat was echt een droom die uitkwam en toen had ik nooit verwacht dat ik dit jaar nog een Europese medaille zou winnen. Ja. Dus, ja. Brons in de EK teamfinale in Glasgow. En ja. Daarnaast Nederlands kampioen Meerkamp, 3e op de balk, 3e op de vloer en 10e op 2K. Ja, klopt. Zo, dat is een erelijst, zeg ik. Wat heb je voor 2019 voor ons nog in bed? 2019 dat staat centraal voor Olympische kwalificatie tijdens de WK in Stuttgart in oktober dit jaar. Dus dan wil ik gewoon nog een keertje plaatsen voor de Olympische Spelen. Ik wens je alvast heel veel succes en vanavond maar zeker richting Olympische Spelen. Als tweede Kiki Fleuren, basketbal. Cindy, heb jij een trapje voor mij? Ik ga het oude gaan ik net, hè? Ah, Cindy. Of Cindy, ha, Kiki. Zo, dan raak ik helemaal. En Kiki, ik was dat voor maar ik denk 6e op het EK onder 18 in Oostenrijk, 5 tegen 5. Maar je bent ook 9e op het EK geworden in Hongarije, 3 tegen 3. Leg heel even snel uit wat dat verschil is. Ja, 2 mensen. Dat snap ik, maar. Ja, 3 tegen 3 werd eerst altijd gespeeld op de straten en op een gegeven moment. Er werd er veel meer in geïnvesteerd en nu is het een Olympische sport geworden. Ja. En jij was al deelnemer aan de Jeugd Olympische Spelen waar dat in gespeeld werd, waar jullie in de kwartfinale hebben gehaald in Argentinië, Buenos Aires. Ja. Verloren van USA, volgens mij de latere winnaar, als ik het goed heb. Ja. Dus ook daar super gepresteerd. Ja. Ja, ik zat niet twijfelen. Maar, ja, winnen blijft het leukste, maar je kan niet altijd winnen. Nee. En wat ik aan Kiki zo bijzonder vind, 2017 stond bij jou in het teken van die shit kruisband blessure. En daar heb je zo hard voor gewerkt om te herstellen. En dan in 2018 zo presteren en dan hier nou op het podium staan. En dat vind ik al een groot applaus.
En dan de derde en laatste genomineerde, dat is Lisa Scheenaert, roeien. Ja, en Lisa zit in de Sierra Nevada, op hoogtestage is dat. En maar haar ouders zijn in de zaal en die zou ik heel graag naar voren willen. Paul en Margriet Scheenaert. En dan kan ik alvast vertellen wat, kom erbij, wat Lisa gewonnen heeft allemaal. Nederlands kampioenschip, winnaar wereldbekerklassement dubbel 2. Nederlands kampioen dubbel 2. Goud wereldbeker Belgrado dubbel 2. Het hield mijn papier een beetje op, dus ik heb het opgeschreven. En nog veel meer. Ik zou de website even naar, want die lijst afgelopen jaar, die hield niet op. Goedenavond trouwens allebei. Hè. Ja, die lijst hield niet op. Nee, want je hebt nog niet de helft gehad. Ik heb nog niet de helft gehad. Nee, dat is echt ongelooflijk. Ja. Oh. Ze doet niet alleen roeien. Ze is ook Nederlands kampioen geworden op de fiets. Tegen de wind in? Ja. Heb ik gelezen. Ik zo, het is één keer per jaar is het Nederlands kampioenschap tegenwind fietsen in Zeeland. Ja. Heeft ze ook gewonnen. Ja. Met Nieuw-Zeeland. En drie dagen na de hand doet ze even fietsen. Ja. Ik was van de andere kant gekomen, had ik gewonnen. Maar, dat dacht ik toen. Maar hoe trots bent u? Ontzettend. Ja? Ja, echt ongelooflijk. Ja, en ze kan er niet bij zijn helaas. Ze is een hoogtestage. Wat houdt dat in? Ze zitten op het ogenblik in de Sierra Nevada in Spanje. En daar doen ze vooral krachttraining, fietsen, wandelen. Ja, dat is het. En ergometer. Ergometer is een roeimachine. Oké, en als ik roeien op tv zie, dan zie ik bijvoorbeeld op de bosbaan in Amsterdam, dan zie ik ze allemaal op die fiets lang. Met is er iemand op die fiets dan? Nou, als het kan wel, ja. Ja, dat schat ik u al op in. Ja. En, maar daar heb je ook vrachtauto's, dus dat je ook in de vrachtwagen mee kan rijden. Dat gebeurt ook bij grote wedstrijden. Oké. Rijden de tribune. De rijdende tribune. Ja, dat is een stuk veiliger. Ja, dat blijft. Want iedereen fietst met elkaar en ze kijken allemaal naar het water. En wat daar op de fiets mag gebeuren, dat is. Niet allemaal leuk! Nou, ik ben heel benieuwd wie gaat winnen. Ik zou zeggen, kom er even bij staan, dames. Nee, niet jullie naar achteren, want anders staan we dadelijk weer in het orkest. En, Erik, dan denk ik dat ik jou eens verlossende woord laat spreken. Het goed vindt, ja. Nou, de winnaar van de categorie sporter van het jaar 2018 is geworden Lisa Scheenaert. Ja, en terwijl Erik de prijs overhandigt aan de ouders van Lisa, kunnen wij even, omdat we wisten dat ze er niet was, en kijken naar een film van Lisa. En dat is zeker leuk voor de ouders. But Lisa Scheenaert, last year, she was sitting in the opposite position to what she is now behind the Olympic champion Merkel. Ja, het roeien. We zien het wel eens voorbij komen, maar echt tot in detail denk ik dat niet heel veel mensen nou precies weten wat het inhoudt. Het is een Olympische sport. Het is een focussport van de NOC-NSF. En jij gaat met het roeien de hele wereld over, maar jij bent, je hebt het skullen. En je hebt het boordroeien, dat zijn twee verschillende. Ik vertelde net. Je gaat achteruit. Ja. Je zit op je. Ja. Hoe noemde jij dat net? Ja, een hele bekende roeier uit Engeland. Die noemde het dusdanig rowing, the only sport where you can sit on your arse and go backwards. Ja, er zijn een paar jetsporten, bijvoorbeeld fietsen is er een van, roeien is een ander. Een van de. Volgens mij is het de enige Olympische sport waar je letterlijk niet ziet waar de finishlijn ligt. Ja, op 19 januari tijdens het sportgala kan Lisa er zelf niet bij zijn, helaas.
Vertel, wat ben je aan het doen dan op dat moment? We vertrekken 16 januari op hoogtestage naar Sierra Nevada. Dat is in de buurt van Granada in Zuid-Spanje. Hallo, ik ben Lise Scheenaert. Ik ben vanavond genomineerd voor sportvrouw van het jaar. Ik ben roeier en op het moment kan ik er vanavond niet bij zijn omdat ik hier in Zuid-Spanje zit, in Sierra Nevada, op hoogtestage om heel hard te trainen. Maar ik wil ten eerste iedereen van harte feliciteren vanwege alle prestaties om genomineerd te worden. En daarnaast wil ik jullie bedanken voor de nominatie, want dat is natuurlijk superleuk. Ik hoop dat jullie een superleuke avond hebben. En ik wil mijn ouders voor hartelijk bedanken, die zullen er vanavond wel bij zijn. En dat jullie een hele leuke avond hebben. Ja, de winnaar, Lisa Scheena. Maar nogmaals, wat hebben we een toppers in Weert. Zeker ook met Vera van Pol en Kiki Fleur. En die wil ik eigenlijk zeggen van, laat ons de komende jaren nog zeker nog genieten samen met Lisa van jullie geweldige sportniveau. En een groot applaus eigenlijk voor deze drie tanden.